Hoi, mijn naam is Adem, 25 jaar en werkzaam bij de GGD. In deze video bespreken wij het proces hoe jij je kan laten vaccineren. De eerste vraag die ik gelijk heb is, wie kan zich laten vaccineren? Iedereen in Nederland kan zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dus u ook. Het vaccin zorgt ervoor dat u niet of minder ziek wordt na besmetting met corona. Hoe kan ik een prik krijgen? Heeft u nog geen eerste of tweede prik gehad? Dan kunt u zonder afspraak naar een van onze locaties komen. Als u liever een afspraak maakt, dan kan dat via planjeprik.nl of bel naar 0800 7070. Wat neem je mee als je je prik gaat halen? Je neemt een aantal dingen mee. Uw ID of paspoort. Een mondkapje. Zorg ervoor dat u kleding aantrekt waarbij u makkelijk uw bovenarm kunt ontbloten. Een gezondheidsverklaring. Neem voor de boosterprik ook de uitnodiging of bevestiging van de afspraak mee. Als u medicijnen slikt, neem dan een overzicht mee, zodat de arts op locatie hiernaar kan kijken. Als u klachten heeft, komt u niet naar de vaccinatielocatie. Doe dan eerst een test. Hoe kom je op de vaccinatielocatie? Het is goed om alvast na te denken hoe u bij de priklocatie komt. U mag autorijden nadat u de prik heeft ontvangen. Kijk op deze website voor een overzicht van de vaccinatielocaties. Hoe gaat het als je op de locatie aankomt? Als u op de priklocatie bent, komt u eerst langs de administratie. Vervolgens ontvangt u de prik en uw vaccinatiebewijs. Daarna wacht u nog 15 minuten in de wachtruimte. Oh ja, nog één ding. Waar moet je op letten nadat je de prik hebt gehad? Houd bijwerkingen in de gaten en blijf u houden aan de geldende maatregelen. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar het is wel heel belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle.